arbeid, natuurkundig. Dus het gaat niet om kinderarbeid. Het gaat niet om het vullen van schappen. Het gaat niet om stenen sjouwen. Nee, het gaat over het natuurkundige begrip arbeid. Het is vaak verwarring. Dus daarom moeten we er goed naar kijken. Als het goed is, weet je straks wat arbeid is. En weet je hoe je het kunt bepalen uit de kracht en de afstand. Nou, laten we eens kijken. Wat is arbeid eigenlijk? Dat is geordend energie omzetten. Daarvoor heb ik twee voorbeelden meegenomen. Gewicht heffen. Nou, wat moet die doen? Die moet de zwaartekracht overwinnen. Dus de zwaartekracht van die halters, van die gewichten, daar moet hij. Die moet hij minstens spierkracht. Om ervoor te zorgen dat die twee zware massa's een hoogte krijgen, dus zwaarte-energie krijgen, moet hij over een afstand, in dit geval hoogte, een kracht leveren. Dan is hij dus energie aan het omzetten. Geen zwaarte-energie, wel zwaarte-energie. En dat heeft hij gedaan door middel van kracht maar afstand. Oké. Hier hetzelfde. Hier wordt geduwd. Hier is de snelheid dus 0. En hier is de snelheid vele malen groter dan 0. Zelfs zo erg dat hij het wel heel spannend vindt. Nou, wat gebeurt hier? Wederom, een spierkracht, die is er nog steeds, over een bepaalde afstand. En die afstand staat hier. Geen bewegingsenergie, kinetische energie, wel bewegingsenergie. Dus ik ben energie, een bepaalde vorm van energie aan het maken door over een afstand de kracht te leveren. Dus arbeid, drie streepjes. Per definitie, kracht maal afstand. Oké. Okay. Dus wat is de eenheid van het gekke ding? Newton maal meter. Mijn eenheid is aan de spekhaken. Vind ik handig. Maar zorg ervoor dat daar een maal staat. Hè? Dat het gaat om energie omzetten. Geen energie, wel energie. Geen energie, wel energie. Moet dit natuurlijk ook joule zijn. Nou, als je een eenhedenanalyse bekijkt. Of in Bina staat ook dit. Hè, dat joule newton maal meter is. Kun je eens proberen af te leiden. Ik ga hem nu niet doen. Maar, let erop. Dan is er wel een voorwaarde. Namelijk, de kracht staat parallel aan de afstand. Anders mag ik deze niet gebruiken. Nou, eens even kijken. Hier klopt het, hè? Spierkracht is parallel aan de afstand. Spierkracht. Parallel aan de afstand, maar ik zou ook bijvoorbeeld een sleetje kunnen trekken. Zo. Iemand trekt een sleetje. Zo. Nou, dat is natuurlijk flink zwaar. Want op dat sleetje zit gewoon iemand. Zo. En die heeft wel plezier natuurlijk. Zo. Mooi. Nou, die heeft natuurlijk ook nog armen. Dus even kijken. Zo. Zit lekker op dat sleetje. Maar hier wordt dan getrokken. De afstand van het sleetje is die kant op. Afstand. Zo. Maar de kracht die wordt geleverd, die staat schuin. Die staat hier zo. FS. Gaan we even naar kijken. Dus dit punt zet ik nog even neer. Die staat niet parallel aan S. Wat ga ik nu doen? Ga ik een trucje? Ja. Ga ik hem ontbinden langs dezelfde richting als S. Dus deze pak ik FSX. Dus de arbeid in deze situatie. En heel vaak staan kracht en afstand niet parallel. Is in dit geval de kracht in dezelfde richting als mijn S. Nou, we kunnen een hoekje definiëren.
Deze hoek is bijvoorbeeld alfa. Dan kan ik hem ook uitdrukken in die, want die kan ik vaak meten. Dus ik heb hier een rechthoekige driehoek. Aanliggende. Zie je, schuine is de fs. Fs, maal de cosinus van alfa, maal de afstand. Nou, ik kan natuurlijk ook een ander hoekje opgeven. Ik had ook deze hoek kunnen opgeven. Zo, deze. Beta. En die beta zit natuurlijk ook hier, z-hoek. En dan is dit de overstaande. En dit de schuine. Dan is dit fs maal sinus van alfa. Sinus van beta maal s. Dus het maakt uit welke hoek ik geef. En nu staat een binas. De volgende relatie. F maal s maal cosinus alfa. Nou, wat ik liever heb, is dat je dit onthoudt. Voorwaarden. F maal s, of s is parallel aan s, en arbeid is f maal s. En als je dit dan in binas ziet, dan weet je, oh ja, ik moet zorgen dat die en die in ieder geval parallel zijn. Nou, als je netjes tekening maakt, zie je vanzelf welke cosinus is, en welke hoek alfa er dan bij hoort. Maar je mag natuurlijk ook sinus beta gebruiken, dat maakt niet zoveel uit. Maar let er dus heel goed op, als we het over arbeid hebben, dan zijn die kracht en afstand parallel. Is dat niet het geval, ga je één van de twee ontbinden. Maar je mag ook s ontbinden, dat mag ook. Maar in dit geval hebben we kracht ontbonden. En dan wordt het soms die of soms die. Maar dat gaat je lukken als je deze twee helder hebt. Arbeid is f maal s met de voorwaarde dat de kracht parallel aan s staat. Succes!